Hallo, welkom bij de cursus webapps bouwen. Tijdens deze les wordt de webapp groen-rood besproken. Alle code vind je in de cursus. Aan de orde komt het opslaan van informatie in een sessie. Je ziet hier een hele eenvoudige webapp. Die bestaat uit twee knopjes, een groen knopje en een rood knopje. En wanneer ik bijvoorbeeld op de rode knopje klik, dan zie je dat het knopje gedisabled wordt. Alleen het groene knopje, daar kan ik nou nog maar op klikken. En als ik op het groene knopje klik, dan wordt het groene knopje gedisabled en kan ik alleen maar op het rode knopje klikken. Hier zie je het bijbehorende bestand, app16.php. Het bestand bevat een formulier en in het formulier zie je twee buttons. Dit is de groene button en dit is de rode button. Beide buttons bevatten een klein stukje PHP-code. In dat kleine stukje PHP-code, daar zie je staan, if $kleur is gelijk aan groen, als de variabele $kleur de waarde groen bevat, echo disabled. Dan wordt de eigenschap disabled toegevoegd aan de knop. De knop wordt uitgeschakeld. En je ziet dat de rode knop precies dezelfde code bevat als de variabele $kleur de waarde rood heeft, dan wordt de eigenschap disabled toegevoegd aan de knop. Boven de doctype zie je een stukje PHP-code. Het eerste wat er gebeurt in dat stukje PHP-code, dat is dat er een sessie wordt gestart met session_start. Wat gebeurt er op het moment dat je een sessie start? Dan wordt er verbinding gemaakt met een klein bestandje op de server. En in dat bestandje, daar kunnen allemaal stukjes informatie worden bewaard. In ons voorbeeld gaat daar bewaard worden of de kleur groen is of dat de kleur rood is. Oké. Gaan controleren is er op de groene knop geklikt. If is set $_post groen. Als dat zo is, dan moet er in de sessie bewaard worden de waarde groen. En dat gaan we doen in een sessievariabele. Die sessievariabele die geven we de naam kleur. Dus dat doe je met de opdracht $_session kleur wordt groen. In de sessievariabele kleur wordt de waarde groen bewaard. Ja, als er op de rode knop geklikt is, if is set $_post rood, moet precies hetzelfde gebeuren. Alleen dan willen we dat er in de sessievariabele kleur, dat daar de waarde rood in wordt bewaard. Nou, tenslotte, laatste stukje van het PHP-blokje. Uit de sessie wordt gehaald welke kleur wordt daar momenteel bewaard. En ja, of rood of groen wordt vervolgens opgeslagen in de PHP-variabele $kleur. Dus met $_session kleur wordt een bepaalde waarde, stop je een kleur in de sessie. En met $kleur wordt $session kleur, haal je die waarde weer uit de sessie en stop je hem in een variabele die je vervolgens in je script kunt gaan gebruiken. Ja, zo simpel is het dus eigenlijk. Ik klik op een knopje. Ik verstuur dat ik of op de groene of op de rode knop heb geklikt. Die waarde die gaat in de sessie. En afhankelijk van de waarde in die sessie wordt één van de twee knoppen gedisabled.